Hey, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag ga ik weer de Road to Redder tag online doen, want ik vind het wel leuk om te doen natuurlijk. Dus vergeet niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. Dat helpt natuurlijk enorm als we de 100 likes kunnen halen. Echt, dat zal dan echt superman ook echt super tof zijn. We gaan gelijk beginnen met Road to Redder. Dance like Michael Jackson of sing like Freddie Mercury. Of Mercury, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar dan wil ik wel dansen als Michael Jackson, want dat is natuurlijk fucking awesome. En de meerderheid zegt dat ook. Let's go. Would you rather be a sportstar of be a celebrated academic? Dan wil ik liever een sportster zijn. Dat is 50-50, oké. Dus daar hebben mensen dus hun eigen mening over. Toch wel gaat het weer iets meer voor de be a sportstar. Maar ik weet niet of jullie het zien. Ik neem nu mijn facecam op met mijn camera... Mijn vlogcamera dus. Jullie zien waarschijnlijk dat het 50 fps is. Super nice natuurlijk. Ik vind het zelf ook iets mooier. Maar oké, we gaan naar de volgende. Have the voice of Pee-wee Herman and dress perfectly. Have the voice of Morgan Freeman and dress terribly. Oh mijn god. Morgan Freeman heeft natuurlijk echt een hele zieke stem. Echt zo'n in this world. Die kan echt precies gewoon super sick iets inspreken. Maar Pee-wee niet. Dus je moet kiezen of je hebt een kutstem. Maar je ziet er heel mooi uit. Of je hebt een hele mooie stem en je ziet er kut uit. Dan ga ik toch van kutstem er mooi uitzien. Ah, kut. Dat heeft dus bijna niemand gekozen. Oké, I'm screwed. Would you rather kill one person you know? Of kill three strangers? Kijk. Als je drie random mensen vermoordt, heb je die drie families daar spijt van. Nou, ik ga toch voor drie random mensen. Ik ga niet iemand vermoorden die ik ken. Want, ja, weet je. Het is gewoon kut omdat je geweten te hebben staan. Maar, would you rather be Calvin of be Hobbs? Die weet ik niet, die sla ik over. Would you rather have the voice of the opposite sex? Dus of ik heb, dan heb ik nu een vrouwenstem. Have the muscle mass body build of the opposite sex? Oh. Wil ik dus... een vrouwelijke stem hebben, of wil ik dus de spieren en het lichaam van een vrouw hebben, of de body mass, muscle mass. Dan ga ik voor een vrouwelijke stem, want ik wil geen vrouwelijk lichaam hebben als ik een man ben. Be James Bond, be Dr. Who, James Bond natuurlijk. Wie wil geen James Bond zijn? Would you rather know when the world ends and know how the world ends? Dus wil je weten wanneer hij eindt of hoe die eindt? Ik wil weten hoe die eindt, want stel... als ik nu weet van, oh shit, over 3 weken vergaat de wereld. Dat wil ik gewoon niet weten, weet je. Ik wil gewoon weten hoe die vergaat, maar niet wanneer. Dat is gewoon niet chill. De volgende. Would you rather use only Comic Sans of use only Papyrus? Wat betekent dit? Hoe kan ik het vertalen? Ja, hier. Vertalen. Ja, die heb ik dus niks aan. Oké, volgende vraag. Die weet ik niet. Would you rather always speak in pig Latijn? Always speak in Shakespeare dialogue? Shakespeare dialogue. Dan kijk ook wel Shakespeare natuurlijk. Of Shakespeare is toch die dichter of zoiets? Dan dicht je alles. Ik dacht Shakespeare is anders, maar Sherlock Holmes. Never mind. Would you rather pay to see a female comedian? Dus betaal om een vrouwelijke comedian te zien. Nu weet ik denk wel wat een comedian is. Of be paid... to the same amount to be slapped 10 times in the face. Oh, deze is moeilijk. Wil ik betalen voor een vrouwelijke comedian? Of wil ik dat geld krijgen wat zij krijgen? Maar dan moet ik wel steeds 10 keer in mijn gezicht geslagen worden. Dan ga ik liever voor gewoon die vrouw betalen. Maar ik wil geen klap in mijn gezicht hebben. Would you rather only eat reheated leftovers from the rest of your life? Of ik alleen maar... dingen wil eten die over zijn gelaten door mensen. Dus alleen maar korstjes van pizza bijvoorbeeld. Of pay to eat out restaurant for every meal of the rest of your life. Oké, wil ik dus betaald worden om elke maaltijd in een restaurant te eten? Ja. Gozer, ik ga gewoon elke keer dan in een restaurant eten. Dat is fucking relaxed. If you had a daughter, would you rather have her die of terminal cancer at 18... have her kidnapped and sold into a sex trade at 18. Oh, jongens. Oh, wat is dit voor vraag? Wil ik dat mijn dochter op haar 18e leeftijd overlijdt aan kanker door heel haar lichaam? Of wil ik dat mijn dochter wordt gekidnapt op de seksuele markt? Dus met verloffenboys in aanraking komt op de 18e.
Oké, dus het gaat heel hard zijn, maar ik wil dan liever dat ze gekidnapt wordt en op de sex trade, want dan kan ik haar nog opsporen eventueel. Ik ga hiervoor, jongens. Ik ga hiervoor. En wat? Mensen kiezen er dus voor dat hun dochter doodgaat op de 18e door kanker? Nee. Hey, ik weet niet wat er mis is met deze wereld. Of er is mis met mij, want ik kies daarvoor. Maar what the fuck? Would you rather find a book about everything about the past? Find a book about everything. Oh my god. Wil ik een boek vinden waar alles in staat over de geschiedenis? Ja, dat is gewoon een geschiedenisboek. I got you. Ik ga natuurlijk voor een boek waar ik in de future kan kijken. Want wie de fuck weet dat ik dan weet wanneer er fucking vliegende ouders komen of zo. Oké, volgende vraag. Would you rather have a personal chauffeur, personal chef? Een eigen chauffeur. En iedereen kiest voor een chef. Ik wil geen eigen chef. Would you rather live in Tokyo, Hong Kong? Tokyo. Tokyo is hoofdstad, geloof ik. Ja, Tokyo is hoofdstad toch? Of niet? Of is dat Beijing? Ik weet niet. Maar Tokyo natuurlijk, China krijg je alles super snel. Qua camera's, qua telefoons, qua headsets. Alles. Would you rather drink and drive, smoke and fly? Smoke and fly. Rijden is kut, dat duurt te lang. Would you rather play Slender, play Amnesia? Slender heb ik vroeger echt dood veel gespeeld met Sjaak, Julian en Tim. Die kennen jullie waarschijnlijk wel. If you could be a duck hero, would you rather be Phantom Duck, be Darwin Duck? Phantom Duck. Ik wil Phantom Duck zijn. Sowieso. Would you rather be stabbed in the stomach 10 times of be shot in both? Oh, wil ik 10 keer in mijn buik zijn gestoken? Of dat allebei mijn knieschijven kapot zijn geschoten door een geweer? Nou, dan wil ik 10 keer in mijn buik gestoken zijn. Sowieso. Wat is er mis met mensen dat ze voor fucking... Dat ze in hun knieholtes, kniecaps, dat ze in je knieschijven geschoten willen worden. Dude, dat is niet gezond. We doen er nog 3 en dan stoppen we de video. Oké, nog 3. Moet je wel een skydive of bungee jump? Skydive natuurlijk. Skydive is fucking awesome. Dat wil ik echt nog een keer doen in mijn leven. Would you rather live in a nudist colony? Live with the Amish. Oh, wil ik in een kolonie leven waar alleen fucking naakte mensen lopen? Of in een secte? Oftewel gewoon die mensen die alleen maar raar in dingen geloven en alles. Dan ga ik toch in een nudist kolonie. Want dan kan je nog, misschien als je een lekkere chick tegenkomt, al gelijk bloot zien, weet je. Maar het enige probleem is als je dan een stijve krijgt. Ja. Would you rather only drink Starbucks koffie, only drink Dunkin' Donuts koffie? Starbucks. Sowieso Starbucks. Oké, de laatste. Daar komt de laatste, ja. Would you rather live in a penthouse in the city, live in a mansion in the country? Country is toch een land en een city is een stad? Of zie ik dat verkeerd? Ik ga voor een mansion. Want een mansion, jongen. Oh, daar kunnen zoveel mensen en lekkere chicks in wonen. Maar dit was de video. Mocht deze video natuurlijk leuk vinden, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Helpt me natuurlijk enorm. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer van dit soort video's natuurlijk. En vergeet niet de vlog van 3 uur van vandaag nog te checken en te liken. Dus ik zie jullie morgen weer om 3 uur bij een nieuwe vlog. En 7 uur bij een nieuwe game video. Thanks for watching. Tot morgen. Doei.